Sabine. Kevin. En? Klaar ervoor? Ik ben er klaar voor. Jouw team? Oh, mijn team is klaar geboren. En jij? Nut hakt jullie in de pan. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. We zullen zien. Welkom bij Limburg Dacht Je Uit. In dit programma nemen gemeente Landgraaf en gemeente Nutten tegen elkaar op in een sportieve strijd. 10 weken lang gaan zij intensief trainen met behulp van opdrachten die coaches voor hen bedenken. Op 16 juli is er een eindevenement waar de teams letterlijk de strijd met elkaar aangaan om te kijken welk team het fitst is. Vandaag is de officiële aftrap en we zijn hier bij Roda waar de deelnemers een clinic krijgen. We gaan ervoor, zodat we Nut dadelijk op het eindevent en het flink tussen nemen. Kom op jongens! Allemaal goed een warming-up gedaan, allemaal goed warm. Ja. Mooi. We gaan het volgende doen zo dadelijk. We gaan met 2 teams tegen elkaar strijden uiteraard. De bedoeling is om de bal door te geven. Ik ben van kleins af aan voetballer. En het is voor mij een hele grote eer om in dit prachtige stadion aanwezig te kunnen zijn. Eindelijk het doel is dat we winnen. Nou, team Nut en team Landgraaf. De volgende oefening is de bedoeling dat we die samen gaan doen gelijktijdig. We zaten weer net zoveel spelers als net in. En wie uiteindelijk de oefening helemaal afgemaakt heeft met zijn team, die heeft dan gewonnen. Ik ben altijd heel fanatiek met sporten geweest. Alleen de laatste 2 jaar is er van alles tussen gekomen. Druk met ons huis, ze zijn verhuisd, verbouwd. De kinderen, de hond. En dan is het een beetje het sporten op de achtergrond gekomen. En nu ben ik bij Marlies begonnen met sporten. 3 keer in de week. En dan ene keer komt de actie voorbij Limburg Dacht Je Uit. En ik had zoiets van, nou, ik ga meedoen. 5, 6, 7, 8, 9. Soepeltjes, lekker! We gaan zo meteen bingo doen. Nut gaat aan die kant staan, Landgraaf aan deze kant. Van ieder team gaan 13 mensen strijden. We gooien ballen in het veld. En het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk je eigen bal in het veld gaat pakken. Terugkomt en op de plek gaat staan. Weer in dezelfde volgorde. Je mag niet met een bal van een ander iemand gaan lopen. Je mag hem wel gooien, maar je mag er niet mee gaan lopen. Team Nut, team Landgraaf, we gaan weer een estafette doen. We gaan om die pionnen heen lopen en terug over die witte lijn. Maar omdat dat te makkelijk is, gaan we het op handen en voeten doen. En dat is ook nog te makkelijk. Jullie mogen alleen die doekjes raken met handen en voeten. En de teamleden mogen helpen met het schuiven van die doekjes. Het is kat in het bakje nu al. Het is eigenlijk wachten op het moment dat Nut zich terugtrekt, zou ik zeggen. Het duurt niet meer lang. Dat zijn de teksten. Hoppa! Ja! 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 Voetbal is oorlog, zeg maar wel eens, maar dit was ook oorlog, hoe ze met elkaar de strijd aangingen. Dat is mooi om te zien. Team Nut, team Landgraaf, in het Parkstad Limburg Stadion wil ik jullie een voetbaloefening niet onthouden. Daarom heb ik een oefening bedacht met de bal, slalomend tussen de pionnen door, bij de laatste pion, om de pion heen, weer terug slalommen. Bij de laatste pion kunnen we onze volgende deelnemer aanspelen. Die begint aan zijn slalomronde. We werken de groep vervolgens af en wie het eerst klaar is, heeft gewonnen. Ik vond de clinic hier bij Roda echt heel leuk. En ja, het is leuk om eens wat anders te proberen. Nou, ik heb stiekem wel wat tips gegeven aan de teams, dacht ik zo.
Dus vooral hoe het niet moet. Of hoe je stiekem toch die wedstrijd naar je kunt toetrekken. Nou ja, goed, als ik een tip zou moeten geven. Ik heb net met hun ook gesproken. En het is vooral gewoon rustig blijven, volhouden. Volhouden en niet denken nu eventjes een paar weekjes aan de slag gaan om vervolgens weer terug te vallen. Je moet echt heel gedegen aan de slag met elkaar gaan. En nou, als ik zie de begeleiding die ze hebben, denk ik dat dat ook gaat lukken. Bij de laatste opdracht is het de bedoeling dat we één teamlid gaat bij iedere pion staan. Dan gaat hij zo snel mogelijk naar één van de drie pionnen rennen. Onder twee pionnen ligt geen opdracht. Dus het is zoeken naar de opdracht, teruglopen, rennen. En dan met je team proberen zo snel mogelijk de opdracht uit te voeren. Nou, zoals jullie gemerkt hebben, gaat het heel erg tegen elkaar op. Dan had jullie team geluk, hadden jullie een keer een punt. En dan hadden wij natuurlijk weer een punt. Ja, geluk. Nou, geluk zou ik niet willen noemen. Ik bedoel, jullie waren erg... jullie hebben goed getraind, zeker op het valspelen. Dat was goed te zien. Nou, ik heb af en toe ook wel iets van jullie gezien. Nee. We zijn er ook. Kijk, al die gezichtjes, die zijn eerlijke gezichten. Hou. Weet je wat we doen? We hebben het gehaald. Dan zijn we weer met z'n allen bij elkaar. Tijdens het eindevenement in Zeezicht. En dan gaan we pas echt zien... wie de winnaar is. Ja, en dat roken we ze af! Yeah! 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 Ben je klaar? Ja. Wie gaat winnen? Yeah! Yeah! Hartstikke fijn, heel goed, heel leuk, kameraadschappelijk, prachtig. We gaan er echt voor. Ik bedoel, we hebben een heel leuk groepje en iedereen is enthousiast en ja, we gaan ervoor, we gaan winnen. Zeker gaan wij winnen. Nou, de toon is gezet. Ik ben benieuwd welk team dat er gaat winnen. En anders ik wel. We zullen zien. Ja, we zullen het zeker zien. Ik zou zeggen, Nut en Landgraaf, blijf gewoon zo doorgaan. Wat ik vandaag gezien heb was top. Dus hou dat lekker vol. En we zien elkaar 16 juli. Ja, Marlies, het zit erop. De aftrap is geweest, hè, zullen we maar zeggen. Hoe is die bevallen? Heel erg positief. Ja? Ja. Ja, wat heb je al sportieve talenten gespot in je team? Ja, best wel. Maar vooral wat mij heel erg inspireert is dat de groep heel breed is. Van jong tot oud. Hè. De jongste deelnemer van ons is 12, de oudste 71. Ja. En van alles ertussen, ja, geweldig. Ja. Ja. Dus mag ik dan ook een beetje stellen, hè? Want daar ben ik voor, om dat een beetje in de gaten te houden. Dat je er vertrouwen in hebt dat het goed komt met het team. Absoluut, absoluut, ja. Absoluut. Ja. Je hebt ze gezien die van Nut, hè? Dat is niet veel. Hè? Er zitten ook wel een paar sterke in, vooral de jongeren. Hè? Ja. Maar ik denk dat wij toch completer zijn. Ja, de teamspirit van Landgraaf, die gaat het uiteindelijk op. Absoluut, ja, daar ga ik voor. Waar ga je nog met ze op letten? Zijn er nog specifieke dingen waarvan je denkt, nou, dat zijn echt mijn geheime wapens? Ja, maar die moet ik nou niet verklappen, hè? Niemand luistert. Nou, ik denk dat ze toch een bepaald groepje toch nog iets meer conditie moet gaan opbouwen. Er zijn ook wel wat mensen die een paar kilootjes kunnen kwijtraken, waardoor dat ze wat pittiger worden. Dus daar ga ik echt aan werken nog. Ja. Ga je geen namen van noemen? Nee, dat doe ik. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik wens je heel veel succes. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb jullie bezig gezien en volgens mij is het kat in het bakje. Dat is Nut kan zich terugtrekken, bij wijze van spreken, nu al. Dus we gaan jullie volgen. Heel veel succes. Dankjewel, Kevin. Mooi! Team Landgraaf, hoe is het ermee? Super! Nou, dat is enthousiast, hè. Je bent ze flink avond drogen hier, geloof ik, hè? Ja, het is pittig vandaag. Het is, de temperatuur speelt een rol en de zware training van gisteren op het Parkstad Limburgstadion heeft ook zijn tol geëist, maar ze zijn wel helemaal daar. Ja, ik zie het ook bij jou vooral. De zweetdruppels die... Dat hoort erbij, hè. Jullie werken allemaal toe naar het uiteindelijke zeskamp in Heerlen. Dat grote event waar we dus allemaal naartoe leven. En waar we Nut een veeg uit die pan gaan geven. En daar hoort elke aflevering een bepaalde hint bij. Die te maken heeft met een activiteit op die einddag. Nou, vandaag heb ik de eerste hint. Ik ga hem even erbij pakken. Nou, kijk eens, ik geef hem aan jou.
spinazie. Spinazie, ja, dat heb je snel gezien. Spinazie. Is het teken, waar staat het symbool voor? Ja, symbool voor de kracht, hè, power. Symbool voor kracht, symbool voor power. Daar hoort nog een woordje bij, een stichtelijk woordje hoort daarbij. Hoe is het met jullie spierballen gesteld? Nou, heel goed. We worden alleen maar sterker na al die trainingen die we nog voor hebben. Nou, laat dat even gezegd zijn voor nut. Dat is de hint voor deze keer. De volgende keer weer een andere die met een andere activiteit te maken heeft. Ik wens jullie heel veel succes. Nut, die pakken we. Nou, zoals je in deze aflevering gezien hebt, Roda JC steunt het project Limburg Daagt Je Uit. Dat wil niet zeggen dat jij je steentje niet meer kunt bijdragen. Als je contact opneemt via onderstaand nummer, dan kun je direct alle opties bespreken. En misschien kun jij dan wel je bijdrage leveren aan dit fantastische project. Als je naar onze Facebookpagina gaat van Limburg Daagt Je Uit, dan kun je heel veel extra bonusmateriaal zien. En ook op de website van het platform feel2be.tv. Daar vind je heel veel informatie over de coaches, extra beelden. Leer de teams kennen daar op die pagina. Dus zodat je met ze gaat meeleven. En heb je zoiets van, nou, ik wil eigenlijk gewoon alleen maar deze aflevering terugbekijken. Of ik wil andere afleveringen zien. Ga dan naar omroeplandgraaf.nl. Daar staat alle afleveringen van Landgraafse kant natuurlijk. Die staan daarop. De teams die gaan volgens mij weer keihard aan de slag. En dat is ook goed. Er is nog een hoop werk te doen. Hoop werk verricht, maar het kan altijd beter. Op weg naar dat grote eindevent Landgraaf tegen Nut. En ze gaan ervoor, ik weet het zeker. En het gevoel is goed. En we gaan keihard de strijd met ze aan. Tot de volgende keer bij Limburg Daagt Je Uit.